De rechtbank kan vaststellen dat verdachte als advocaat berichten van en aan Ridouan Taghi heeft doorgegeven. Hierdoor konden criminele activiteiten door blijven gaan terwijl Ridouan Taghi vastzat in de extra beveiligde inrichting in Vught. De rechtbank kan bewijzen dat verdachte door zijn handelen deelnam aan een criminele organisatie waarin hij een sleutelrol vervulde. Dit is ten laste gelegd als feit 1. De rechtbank spreekt verdachte vrij van de overige ten laste gelegde feiten. En de rechtbank legt aan verdachte een gevangenisstraf op van 5 jaar en 6 maanden.